De vertochte had van de rugbank een celstraf van 24 jaar gekregen van de moord op Murkje de Vries en poging ter moord op een vrouw en een man van de Harkema. De vertochte is sinds deze celstraf in hege beroep In het hege beroep binnen al heel wat onderzoekers en zaakkundige jert. Het is net gebrokkelijk dat een hege beroep zal lang wordt. Ik heb dat eerlijk gezegd al de jaren dat ik recht ben, heb ik dat niet eerder meegemaakt zoveel. Maar het is ook een hele bijzondere zaak. En eh, ik denk dat niemand erbij gediend is eh, dat er later gezegd zou kunnen worden dat er onvoldoende onderzoek is gedaan. Uit een van de onderzoeken bleek dat de vertochte agressief in van de antidepressiva. dat hij in die teeth ontsiert. Mogelijk had dit een rol spelen bij de moord en twee pogingen ter moord. Nog werd toen bezocht of hij echt die antidepressiva broekt had. Ze onderzoeken nu, zeg maar, de kleding. of het bloed op de kleding. wat de verdachte vijf jaar geleden droeg. En dat bloed wordt daar uit die kleding gehaald. Dat is zijn eigen bloed? Ja, dat is dus nu vastgesteld middels DNA. Dat gaat dus om zijn bloed. En dan wordt dat bloed weer onderzocht om te kijken of daar dus resten in gevonden kunnen worden.